Een goedenavond, je kijkt zoals iedere dinsdagavond naar Topnames. Deze keer een Topnames on stage, dus een heel publiek bij ons. Ontzettend leuk, leuk dat jullie er zijn. Publiek, leuk dat jullie er zijn thuis. We hebben drie gasten vanavond. De eerste gast is toekomstige Topnames, zou ik eigenlijk willen zeggen. Midas Kwant. Het gaat hier altijd, Midas, over de invloed van de digitalisering op de samenleving. Ja, ja. Wat denk je dan? Nou, dan denk ik van, nou, dat klopt inderdaad. We zijn nu allemaal mee bezig, dus ja. Ja, jij denkt niet van, waar hebben we het eigenlijk over? Want het is gewoon, het is aan de gang. Voor ons is dat bijzonder namelijk, daarom bedoel ik het. Ja, oké. Okay, nou, ik ben dus geboren in 1997 en toen begon het dus. Dus ik weet ook niet hoe het is als het niet zo is. Dus nee. Ja, het is gewoon normaal voor mij. Ja, maar vertel even wie je bent, want we hebben je niet voor niks uitgenodigd. Oh ja, oké. Ik ben Midas Kwant. Ik ben nu net 15 jaar en ik maak iPhone-applicaties. En doe je dat in je vrije tijd of doe je dat voor iemand of voor jezelf? Ik doe het in mijn vrije tijd met 2 of 3 vrienden. Dat ligt aan het project. Oké. Okay. Je hebt geen bedrijf? Nee, dat vind ik allemaal een beetje het ingewikkeld met allemaal belastingen. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik wil gewoon lekker apps maken en doen nou, waar ik gewoon zin in heb. Hoe is dat zo gekomen? Hoe begin je met het maken van apps? Hoe kom je op het idee en waar leer je dat? Nou, het begint er natuurlijk mee dat je interesse hebt in... Nou, bij mij was het zo dat ik interesse had in Apple en gewoon die producten daarvan. Dus toen kreeg ik een iPod Touch en later een iPhone. Toen zag ik dat daar applicaties op stonden. En dat was zeg maar het enige van die telefoon wat niet van Apple was. Dus ik vroeg me af hoe dat daar kwam. En door wie het gemaakt was. Dus dat was ik gaan uitzoeken op de Apple site en op Google en zo. En toen kwam ik erachter dat er dus een heel breed gebied is voor ontwikkelaars om je applicaties te ontwikkelen. Maar leg eens uit, wat een mobiele versie van app-icoontjes? Ja, een mobiele versie van app-icoontjes die naar beneden vallen. Dus een app wall heet dat. Gewoon een appmuur, noemt Apple het. Maar dat was mijn eerste app en die vind ik niet echt super cool. Waar ben je het meest trots op? Welke app? Mijn laatste app. En dat is? Dat is App Match. En dat is een memory spelletje gebaseerd op app-icoontjes. Oké. Okay. Ja. Ja, leg eens uit. Hoe werkt dat dan? Nou, dat is gewoon memory. Gewoon het old-fashioned memory. Ja. En dan met app-icoontjes. Dat zijn zeg maar je playkaartjes. Ze liggen omgekeerd. Je mag er één omdraaien. Je moet de andere erbij zoeken. Dat precies. Is. Ja. En staat die in de App Store? Ja, ja. Hoe vaak gedownload? Nu iets van 30.000 keer gratis. Dus dat is wel heel erg leuk. Want ik vroeg mij namelijk al af. Want jij was pas naar het Worldwide Developer Congress van Apple. Ja, ja. En dat kost veel geld. Heb je dat daarmee gefinancierd? Nee. Apple die doet sinds dit jaar scholarships. Dus dan... Dan die kun je winnen en dan krijg je een gratis ticket daar. En die heb jij gewonnen? Ja. Hoe heb je die gewonnen dan? Je moest gewoon zo'n formuliertje invullen met wat je deed, wat je hebt gemaakt en zo. Dus dat had ik gedaan en toen werd ik toegelaten. Wil je hier nu ook indoor of is dit gewoon voor jou hobby? Ja, ik wil wel altijd bezig blijven zijn met nieuwe technologie en zeg maar gewoon nieuwe dingen waar je leuke dingen mee kan doen. Dus ik weet niet of dat over 5 jaar nog steeds apps zijn of iets anders is. Maar ik zal altijd wel met technologie betrokken blijven. De impact van de digitalisering, en daar gaat het natuurlijk heel erg over vaak van generaties, die verschillen. Zoals je zegt, jij bent geboren, je weet eigenlijk niet anders dan dat al die dingen er zijn. Waarin verschillen wij oude grijze mannen met jouw 15-jarige developer? Nou, ik denk eigenlijk niet veel. We zijn allemaal bezig met technologie en gewoon met social media. Dus ik denk dat we nu eigenlijk alleen in ons leeftijd verschillen en misschien dat later pas echt gaat komen. Dat, nou, misschien voor jullie over 10 jaar, maar bij mij over misschien 40 jaar zo. Jij kiest er dan voor om op de iPhone te gaan ontwikkelen. Er is natuurlijk heel veel discussie over binnen de industrie. Mm-hmm. Hè, van hoe, dat is een groot probleem bij Android. Hoe krijg je ontwikkelaars zover om op Android te laten ontwikkelen? Of als je het hebt over connected televisie, hoe krijg je de ontwikkelpartijen zover dat ze ook gaan ontwikkelen? Waarom kies jij dan voor de iPhone? En waarom niet voor Android of voor al die andere platformen die er zijn? Nou, omdat iPhone gewoon heel duidelijk is en ik het zelf gebruik. En omdat Android, ik heb 1 keer in die developer gebied van hen gekeken. En het is echt gewoon een chaos. Net als hun telefoons en al hun producten. En dat zeg ik gewoon uit eerlijkheid hoor, maar dat is gewoon... Het is gewoon zo. Ja, het is gewoon zo. Maar dat begrijp ik toch niet helemaal. Want Android is natuurlijk juist veel toegankelijker. Je kunt er veel meer aan instellen. Ze zeggen juist, het is de telefoon voor de nerds. Ja, en jij zegt eigenlijk van, het is een rotzooi. Ja, dat is ook zo. Want het is gewoon... Ja, het is gewoon doordat het die toegankelijkheid heeft, gaat het allemaal door elkaar heen en... Wordt het gewoon een beetje een chaos en dat is gewoon niet fijn om in te werken. Maar ik bedoel dat er te veel variabelen zijn om voor te ontwikkelen of zo. Dat de iPhone met zijn beperkingen eigenlijk plezieriger is. Bedoel je dat? Mm-hmm. Daar denk je ook in als je zelf iPhone gebruikt. Dus misschien is dat ook het verschil. Over 5 jaar, over 10 jaar, wat doe je dan? Nou, geen idee. Echt. En dat je nu op school zit, is dat omdat het moet? Of zou je het liefst fulltime ontwikkelen? Nee,
Nu heb ik ook genoeg tijd ervoor. Dus ik denk als ik echt fulltime ga ontwikkelen en daar tijd voor neem, dat ik op een gegeven moment denk van, oké, nog een keertje. En nou, nu ben ik er ook gewoon heel leuk mee bezig.